Dus dat is gewoon flap zo. De eerste keer dat ik naakt moest, kan ik me eigenlijk niet meer herinneren. Daar het moeilijkst mee? Ja. Nee, dat is niet waar. We gingen eigenlijk als eerste naar een camping toe, naar een naaktcamping in maart. Het was hartstikke koud. Ik ga mijn broek afsteken. Ja. Dat was zo eerst zo in onderbroek en dan was dat zo, oh, een keer flashen. Ja, we gaan mijn broek afsteken. Naakt badmintonnen. En dan hebben wij zo heel hard zo helikopter gedaan. Soms moet je naakt. Ik denk ook wel op iemand zijn kop even zo gekleurd. En zo zijn we helemaal in de geschiedenis van de naaktcultuur gedoken. Ik denk ook dat Eva als drie de eerste was, nee? Wat bedoelt je? Ik weet het niet. Nou, dat is wel lullig. Oh ja, jij was die naakte. Dat ben ik dan zelf altijd alweer vergeten. Ik heb met Timo al geslapen en... Hè? Allee. Hallo. Ik wil zeggen... Nee. Ik bedoel dat wij in dezelfde slaapkamer lagen of zo. Ah, zo. Samen... Ah ja, toen. Lagen in uw kamer toen. Ja. Bloot is voor mij niet een heel groot probleem eigenlijk. Ik moet zeggen dat ik ook wel vaak op eigen initiatief mijn kleren uittrek. Ik vond dat wel leuk, maar Ik vind dat wel leuk. Vanaf nu gaan we dat altijd doen. We kunnen niet meer terug. We zijn zo ver gegaan nu, dat we niet meer terug. Toen mijn kleine broertje een keer kwam kijken en die zat toen precies zo op de eerste rij voor mij, dat ik wel dacht, oh ja, dit is wel een beetje raar. Ja, mijn zus, mijn zus van 13 jaar, die wil niet komen. Mijn mama is ook wel lang geduurd eer dat hij is komen zien en dat was wel daarom, denk ik. Wat een flauw is. En we hebben ook gespeeld voor naakt publiek. Ja. Bij mij zijn ze heel open-minded. En dan waren die mensen nog eerder naakt dan wij. Dus dat was gewoon flap zo. En ineens zo echt iets van 200 man naakt publiek. Het was echt een schilderij. Het was echt fantastisch. Als ik ga groeten, dan is het met badjas. Met badjas. Badjas aan. Maar dan tegen dan hebben we ons onderbroek aan gegaan. En als je wilt weten wie de grootste fluit heeft, hashtag Bos van Kampen in de Snor. Om 3 uur en om 8 uur. Op 3 augustus. Ja, en om 3 uur. Op 4 augustus dan. Ja. En daarna nog in heel de wereld.